Hey yo kijkers van Shadow Games 23, ik ben Ronald en vandaag heb ik voor jullie een nieuwe aflevering van Noob tot Commander, hier van Call of Duty Ghost. En jongens, vandaag gaan wij proberen om wel met effecten te spelen. Eens even kijken, Creator Soldier, Equip Squad Name, dat moet niet, of Edit Squad Name. Play as Squad Member, ja, dat moeten we hebben, oké. Okay. Goed zo Ronald, eens even zien, nu kunnen we gewoon fatsoenlijk... met effecten spelen. Eens even kijken. We leren het wel. Eens even kijken. Wat zullen we eens van gaan doen vandaag? Oh, ze hebben infected. Even kijken. Laten we free for all gaan doen. Ik wil alle game modes een beetje bekijken en alles. En ik moet nog heel erg in de game komen, jongens. Dus ja. Ik vind die naam eigenlijk best wel leuk die ik heb bedacht. Van noob tot commander. Echt. Dat heeft wel wat eigenlijk. Eens even kijken. Oké. Okay. Ik ben nou ook noob. Dat ben ik gewoon. Eens even kijken. Nou. Find a match, please. Dankjewel. Even kijken. Ik heb vandaag geen internetbrowsers aanstaan, dus ik moet geen lag hebben vandaag. Gewoon dat mijn internet al begint dood te gaan als ik Twitter aan heb staan. Dat slaat nergens op. Oké, we spelen op een of andere rare map. The Night Owl Companion's Drone detects enemies in close proximity and actively destroys incoming explosive. Oké. Dat is een mond vol, hè. Als je even ziet, waiting for other players. Oké, dan. Oké, nou. Jee, de factor. Geef dat. Eens even zien. Pa, free for all. Trouwens, jongens, echt bedankt voor al je support onder de afgelopen twee afleveringen van Noob tot Commander. Echt super episch. Gewoon. Oh my god, dit was echt gewoon niet normaal dit. Maar ja, echt super bedankt voor alle support, jongens. Jullie zijn echt gewoon de beste. Even zien. Waar moeten we precies helemaal langs dan? Waar loop ik hier nou in Jezus naam? Even zien, ik moet hierheen. Oké, kom met me bro. Ik heb een factor. Jongen. Ik heb een fucking factor. You can't touch me. Dit ding is echt poep. Serieus, dit ding is echt scheid. Met hoofdletter S. Dit ding dat schiet voor geen centimeter. Even kijken. Oh god. Er gebeurt zoveel hier. And I don't like it, AK. Serieus. Dank u. Kan een AK'tje? What the fuck? Ik ben genoeptoept. Oh nee. Ik ben granaat. Dat is niet zo leuk. Ja. Hier is niemand. Deze kant op dan. Is hier iemand? Hallo? Iemand? Godver. Neem mij niet steeds van achter, man. God almighty. Eens even zien, hè. Pa. Is dit in Rusland ergens of zo? Ja, dood. Goed zo, dankjewel. Godver. Oh, man. Neem eens een keer iemand anders. Waarom moet je menen altijd hebben? Ik wil gewoon alle game modes gewoon een keer uitproberen. Ik heb werkelijk geen idee of het wat is of zoiets. Dat zien we dan allemaal wel. Ja, dood. Hup. Iemand gekild op de derde plaats of zoiets. Godzie. Laat mij. Oké. Laat mij jou gewoon doodschieten. Er is nou een nieuwe regel hier in Call of Duty Ghost. Niet schieten op de donut. Serieus. Dat is een wet vanaf nu. Die heb ik gemaakt net. Dus ja. Daar moet iedereen zich aan houden, zo niet, dan wordt die ophangen. God, neem het dan ook gewoon van voren, niet van achter, man. Doe me een fucking lol. Ik denk dat ze straks gewoon weer achter mij komen. Oh, iemand heeft een hond. Nee, laat mij. Laat mij. Please. Ik wil dit niet doen. Dood. Goed zo. Nee. Jij demon. Ja. Oh god. Hier zijn ze. Ja, ik wist het in mijn rug weer. Kom hier dan, hè. Jongen. Kom dan. Nou, hier dan. Hier, doet. Kijk, dan neem ik jou lekker van achter. Vind je leuk, hè? Ja. Oh, god, Jezus. Oké, ik schrok me dood. Leuke map dit, eigenlijk. Het is klein, lekker dom. Vind ik dan, hè?
Yeshua. Oh god, Jezus, are you shitting? Ga dan, dank u wel. Zo. Hoe sta ik? Nou, ik sta niet laatst. Dat is iets. Oh god, ik hoor een hond. Oké, kill the dog. Goed. Ik heb een puppy gekild, nee. Laat mij. God jezus, dit is echt een poepding. Ik wou hem knijven, shit, sorry. Dat is wel cool, die knife animatie. Godver jezus, met een shotgun, are you serious? Met een shotgun. Wauw, jongens. Kom op, hé. Enemy satcom spotted. Jezus. Komt die daar weer uit? Wat? Dat zou hem moeten raken. Serieus, dat zou gewoon geraakt moeten zijn gewoon. Nou, zijn ze dan? Oh my god. Change layout, ik wil een shotgun. Geef mij een shotgun. Nou, we hebben geen shotgun, helaas. Ik ben zielig, ik ben arm, ik heb geen shotgun. Mur. Nou, ik moet toch wel nog iemand kunnen killen of zo. Of die. Oh, Jezus. Oh, laat mij toch gewoon met rust. Laat mij jou gewoon. Ja, ik. Hier is iemand. Kom dan. Ik weet dat jij hier bent. Ik weet ook dat jij daar bent. Ja, oh god, Jezus. Nee, ik heb je gered. Ik heb je gered, gast. Dat ga je mee doen. Is dat jouw dank? Ik vind je wel niet aardig. Oh god, ik hoor weer een woef woef. Nee, ik hoor weer een woef. Nee. Wegwezen hier. Nee. Ik schiet maar wat. Hi, trusten. Er valt hier in één keer wat naar beneden volgens mij. Of zie ik weer dingen. Ik denk het laatste. Nou, eens even zien. Kom op, hier boven toe. Hier doet. Niemand hier. Oh, ja, jij. Dood. Ja, rank up. Private one. Goed zo. God, nee. Ja, dank u wel. Zo. Dat is een set, kom. Thanks, scavenger for the win. Eens even zien. Place set, kom. Ja, doe dat daar maar, want het stikt die van de enemies altijd, dus. Oh god, nee, laat mij toch gewoon. Nou, mijn setcom die gaat dood. Yeah. Dude, goed zo. Killed first place. Redden Ronald, die wil niet doodgaan. Ja, jij dood. Goed zo. Helemaal gaan met jullie hoofd. Helemaal klaar mee. Huh. Nee, dat is long range. Dat kan mijn vector niet. Mijn vector is gewoon poep. En je been. Ja, ik heb weer een setcom. Nee. De shotgun, dude. Serieus. Ik zet dit ding hier neer. Zo, hop. Nee, nou. Wat? Jij wil dood te zijn. Goed zo. Nee. Dus stond er in de deuropening zo van, hallo, gaat het met jou? En ik zo van, ja, heel goed. En toen schoot hij me dood en dat vond ik niet lief, dus ja. Ik ga hier maar eens langs. Ja, non-scope. Oh god, nee, Jezus. Ik ben weer de last killer. Geweldig. Nou, ik sta 1, 2, 3, 4, 5 dus. Nou, fine by me, hoor. Zullen we nog een potje free for all doen? Ik vind het wel grappig zo, eigenlijk. Hoi, 15 kills, 21 deaths. Ik ga best wel goed voor de eerste. Of nou ja, ja voor de eerste keer free for all eigenlijk. En dan zit op gewoon bij de derde aflevering gewoon. En ik ga gewoon zo lekker. En dat vind ik best wel goed. Dus even zien. We hebben twee van die meukdingen. Dus wat dat betreft, dus even zien. Ik wil prison break een keer proberen. Lijkt me wel wat. Dus even kijken. Create a soldier. Even kijken, laten we. Ja, oké, die is wel fijn. Die wil ik eigenlijk editen of zo. Kan dat niet? Ik heb 5 squad points. Even kijken. Agogscope, holographic. Ik wil gewoon red dot sight. Ja, purchase red dot sight. Oké, dan hebben we nog 2 van die merk dingen over. Even kijken.
Reduce muscle flash for precise aiming. Ik moet dan een keer extended clips hebben, want dit ding heeft redelijk weinig ammo, dus moeten we dat gewoon een keer doen. Oh, wat? Zo vrij. Hadden ze nog geen betere namen kunnen kiezen zoals bij MW3? Die namen waren gewoon makkelijk. Sea Town, Terminal, Bootleg. Dan komen ze hier aan met Sovrugje. Jezus. Oké dan. Nou, ja, gaan we met de Vector dan. Het is volgens mij een gebouw. Ja, oké, okay, ja, gebouw, oké. Okay. Oké. Okay. Ik vind het leuk dat het met zo'n raar punten- of coin-systeem werkt. Dat is ongeveer ook een beetje van Black Ops 2. Dat vind ik wel nice van Black Ops 2. Ik vind het hele class-systeem van Black Ops 2 vind ik echt gewoon pro. Alleen, dat was gewoon heel noob. Maar ik vind het gewoon echt slecht hoe alles loopt daarnaast op Black Ops 2. Jongens, iemand thuis? Bij de controle. Ik hoor geschiet hier. The fuck zit jij daar nou te doen, gast? Kamperen heeft geen zin in Call of Duty Ghost. Dan word je gewoon gepoot levend. Holy shit, geweldig. Met mensen met shotguns. Die shotguns zijn een beetje te OP, denk ik. Zie even zien, hoor. Nee. Laat me met rust. Laat mij acclimatiseren. Laat mij de map verkennen, wil je? Ik hoef geen eerste te worden. Zolang ik maar kills maak, daar draait het allemaal om. Eens even zien hoor. Nou, iemand thuis of niet? Er is hier echt fucking niemand. Oh, wacht, hier zijn ze allemaal. Hier doet. Gaat het dan met jullie? Jolo, naar binnen. Dood, goed zo. Die moet wel alles zetten komen, want die moeten we even gaan bijeenigen. Kom dan, hè. Ben je dan? Denk hier. Nee, ook niet. Waar is die gast? Wel, die ben ik kwijt gewoon. Serieus, Ronald. Are you shitting? Oh, hi. Ik kijk even of ik zo'n 100 kills streak kan krijgen. Bij hoeveel is dat? 10 of zo? Het zou episch zijn, maar... Ik denk een beetje te hoog gegrepen. Ik word dat uiteraard weer genomen van achter. Zoals fucking every time in this game. Maar wat doet hij nou in één keer naast mij dan? Slaat me nergens op. Slaat helemaal nergens op. Oh, hi. Ja, ik weet niet of jij de boven bent. Weet ik ook wel hoor. Klim. Oké. Okay. Ik aan mijn neus. Nee. Jij kutbeest. Ah, oh, frutbeest. Serieus, kuthonden. Hondenkillstreaks op. Nee, je kunt hem killen, alleen... Dat ding dat instakilled. Holy shit, ik slaughter veld hier. Nou, een scavenger, dat is handig. Maar die hondenkillstreak... Ik vind gewoon, hij moet gewoon 3 kills max kunnen maken. Want hij kan zoveel kills maken. Dat is best wel een beetje te OP, vind ik. Holy shit, dat is een coole tank. Even kijken. Oh, hi. Dude. Ga gewoon. Wat? Hoe naïef. Dat was close. Nee. Je bent hierheen. Ja, zie je het? Zei je toch? Nou. God, Jezus, nee. Dat slaat echt nergens op die shotgun fire. Echt, serieus. Leer... Oh my god, dat was gewoon noob. Ik heb zo'n jurk aan mijn neus. Zo, dat is weg. Oké, okay, ja. The game must go on, nietwaar? Eens even zien. Hallo? Oh, hier. Uiteraard. Hier, met z'n allen. Dat is een kill. Holy shit, ga mij nou niet... Oh my god. Ik wil voor de volgende aflevering wil ik een shotgun. Serieus, geef mij een shotgun, please. Kan ik me gebruiken hier? Oh god.
En dan denk ik het gewoon te veel recoil. Dat is echt vervelend. De factor in Black Ops 2 is echt beter. Daar is het echt gewoon een van de fucking beste wapens van de game. Ik heb hem bijna goud in Black Ops 2. Maar hier is hij best wel noob eigenlijk. Ja, hi. Oh, verdorie. Oh, wat doe ik nou weer? Oh. Ik wou op X drukken. Eens even zien. Nog een gastje. Ja, jij. De factor is fijn echt op fucking close range, maar van ver af, dat ding is echt gewoon scheid. Oelululul. Nee, dit slaat nergens op met je hondenkop. En jij bent ook al hoer. Jezus. Ik haat jullie. Niemand wil mijn vriendjes. Oh. Serieus? Nou, waar is iedereen dan? Ik zou er echt zweren dat ik in 3 mensen zag, of niet? Nee, ik ben gewoon verschil bezig, zoals gewoonlijk. Eens even zien. Hier doet. Kom hier dan, hè? Kom dan. Kom maar. Jouw hoofd is lelijk. Trusten. Zo, ik heb een dead. Nee. Ik wil die hop naaien van alleen het beest. Dat valt aan van 10 meter. Ah, nee, jezus. Oh, faal gastje, jij faalt echt enorm. Oh god, maar ja, ik ben ook niet echt zuivere koffie, maar goed. Eindelijk, jij kut beesten. Oh god, jezus. Hij vond het niet leuk dat ik op zo'n dode hond aan het schieten was, denk ik. Ach ja. Oh, verdorie, jij. Nou, hoeveel sta ik? Oh, in de laatste, dat is al wat slecht. 8 om 17. Kijk, dit wapen is gewoon goed. Oh, dat is het ene wapen wat ik zo fijn vind, natuurlijk. Waarom ben ik level 3? Ik was level 4. Ben ik gedegradeerd of zoiets? The fuck? Wat? Nee. Ik was level 4. Ik ben level 3. Wat is dit nou? Nou, het zal wel. In ieder geval, jongens, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Vergeet niet om een like achter te laten als je dit een leuke aflevering vond. Je kunt altijd nog even abonneren voor meer Call of Duty Ghost van Noob tot Commander. Ja, dat. En jongens, volg me nog even op Twitter, @ShadowGames3 Twitter. Want daar zien jullie alle tweets met wanneer deze serie geüpload wordt. En nog meer leuke informatie over deze meuk. Dus ja, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. En dan zie ik jullie later. Dus ja. Later mensen.